Hey, is dit nou weer een snappy intro of gaan we een sketch doen? Sketch. Nou, nu ben ik mijn tekst kwijt. Nou weet ik het niet meer. Ik denk dat als je kijkt naar Nederland, dat er geen enkel YouTube kanaal is met zo weinig abonnees voor hoeveel views hebben. Ik denk het wel. En weet je wat het is? Ik vind dat we echt meer abonnees moeten hebben. En ik denk dat we dat kunnen doen door gewoon het publiek van andere kanalen aan te trekken door te doen wat zij doen. Ik heb best zin om een keer een glow movie video na te doen, want dat is wel lekker snappy. Zo! Dat is een goed plan. Vandaag hebben we de allergrootste van de hele wereld vogelhuisje ooit maakt! Wow! En omdat vandaag zo'n speciale dag is, hebben we onze Limburgse vriend meegenomen. Ties! Hey jongens, daar ben ik dan, Ties. Limburg! Ik heb de allereerste balk, leg hem neer. Wij gaan nu eerst een frame in elkaar zetten voor het vogelhuisje en dan daarna gaan we pas de muren er tegenaan zetten. Zo! Abonneer op Bankzitters. Nu ga ik deze plank zagen. Al ons hout is nu gezaagd. Tijd om het in elkaar te boren. Mat, aan jou de eer. Mensen, we gaan de schroef erin. Je schreeuwt wel, klopt. Mensen, we gaan nu de schroef erin douwen, zodat ze aan elkaar zitten. En zo doe je dat. Wat we nu hebben is een C. Dat spel je F-R-E met een dakje en E. Ja. Over dakje gesproken, zullen we hier in elkaar gaan zetten? Nee, voordat we gaan doen, weet je waar ook een letter A in zit? Vertel het me! Erf! Zijn er iemand erf? En rap in de roeven, zeggen we in Limburg altijd. Deze is helemaal gevuld met lekker Limburgs water. Abonneer op ons kanaal. Ja, dan ga ik even proeven. Oh, lekker. Maar het smaakt niet alleen naar water, toch? Nee, het smaakt naar citroenen. Wat is dat? Dat is wat in die vlooien zit. Oh, van de lemon pie. Lemon pie. Van de limon cheesecake of fly. Of zoiets. Ergens van de Burgondische ambachtelijk. Maar, dat is nog niet alles. Is er nog meer? Nog meer. Want met erf kan je hele veel smaak toevoegen, zoals... Zweetkogelen! En nee mensen, dit is geen zweetlucht, dit is zoet in het Engels. Maar we hebben nog wel een leuke mededeling voor de mensen thuis. We hebben de kortingcode LEMBER, ik geef jullie 10% korting! De kortingscode LEMBER is 7 dagen geldig op het gehele assortiment, Jono! 7 dagen! Dat is bijna een week! Echt op alles! Op een erf, de starterpakket, op een zweetkokenup! Die daar gaat het niet op. Oh, die bouwen jou de hoek op. Dan mensen, dan zet je wij erop. En overheen. We kunnen alle frames bij elkaar voeren en dan begint de huisstructuur te krijgen. Kijk jongens, wat goed. Het past voor geen meter. Nee, je moet een beetje duwen, zo. Dit is echt een kut van. Er klopt helemaal niks van. Oh, waarom niet? Hoe kan dit nou? Omdat die onderste, die is veel langer dan deze. Oh, die is dit nu verkeerd in elkaar gezet. Ik zie het meteen al. Hey, iemand heeft niet goed gemeten. Ja. En iemand moet nu voor de trein gekregen worden. Ja, ik vind worden. Dat sowieso iemand een schuld begrijpt. Iemand heeft hier niet goed gemeten en jij hebt die 120 gedaan, hè? Ik denk dat we wel goed gemeten hebben, maar dat we gewoon de verkeerde voor het verkeerde stuk ik hebben denk gebruikt. Dat die verkeerde is afgezet. Waar zijn de anderen die daar had gemoeten? Ja. Dan heb ik verkeerd gemeten. Zou kunnen. Ja. Ik zou zeggen dat hij verkeerd is afgezaagd. Oh. Ze hebben niet gewoon een verkeerde deel gebruikt. Ligt daar dat stuk Verdomme, niet? Verdomme, moest je niet gebruiken? Is het niet dat stuk? Verdomme, dat zal toch niet? Dat zal toch niet, hè? Dames en heren, ons voorhuis is helemaal scheef. Dit is echt het allerlelijkste huis dat ik ooit gezien heb. Nou, ik denk dat er straks een vogel komt en die vogel die vliegt hier langs zo'n vloed nu en denkt wat een lelijk huis, dat ga ik echt niet inzetten. We moeten doorboren. Oh, sinds vandaag heb je zoveel emotie in je stem. Je hebt gelijk, sorry. Hoe boor door. Papa, wie zegt? Zet. Mooi gedaan. Weet je wat noemen in het Limburgs? Die zet. Dat is het idee. Weet je hoe ik het zelf altijd zou noemen? No? Die zet. Nee. En de afke? Die zet. Kijk, de vogel heeft gratis airco. Dat noemen we zo in Limburg. Staat voor air conditioning. Het Engels is mee vertaald. Deze kant is nog veel meer verneukter dan de andere. Zoals Rob, je moet Limburgs praten, niet hoe je normaal praat. Mensen, we hebben het hele frame in elkaar gezet. Tijd om de banden te monteren. Ja. Hey, volgens mij zit er al een vogel in. Ik hoor een Calimero. De Calimero vogel zit op de vloer. De Calimero vogel erin volgens mij. Heeft de Calimero vogel wat te zeggen? Het was zeker een penalty. Ja. Ik heb een ton te pakken, dan kunnen we een vette cirkel trekken. Staat die symmetrisch? Symmetrisch als hier. Zo, dat kan bijna helemaal.
En dan gaan we eindelijk zien wat er voor Calimero Volgo in zit. Of die voor AMGV, Fortuna of Roda is bijvoorbeeld. Zullen wij hem roepen op 3, 2, 1? Ja. Oké. Okay. Vogel, toon u zelf in 3, 2, 1. Roda JC! Roda JC! Roda! Hé jongens, ik moet zeggen, ik heb al heel veel vogelhuisjes in mijn leven gezien. Maar nog nooit één met zo'n lelijke ingang. Ik moet zeggen jongens, hij is ook verrekken scheef. Kuiken van Kerkrade, wij hebben nog iets voor jou. Dat meent u niet. Want voer. Hey Koen, ik bedoel, Gnomovies! Ja, luister, ik heb nog een fantastische actie. Gewoon even abonneren op het kanaal en doe een like. Bij 50.000 duimpjes omhoog gaat hij 50.000 uur in het huis leven. Vrienden, dat kan ik echt niet doen. Ik kan echt niet 50 uur overleven in het huis. Klopt, geen 50, maar 50.000 uur. Doe daarvoor even een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Want ik kan niet meer voor je. Bij 50.000 likes blijft de Calimero Volgo op 5 miljard jaar. Mijn naam is JJ Bosch en welkom bij een gloednieuwe aflevering op Day One. Vandaag hebben we een jongen, het is ongelooflijk. Hij kan muziek maken, hij kan video's maken. Het is een fantastische ondernemer. En hij heeft een nieuwe bak gekocht en hij is dik. Hij is dik. Laten we gaan kijken. Oh, wat is die dik. En daar zit hij hoor. Oh, mijn naam is natuurlijk JJ Boske. Maar kijk, kijk, kijk. Ja, daar zit hij. Mattie. Hey, maat. Leuk, jongen. Ja, tuurlijk. Gast, een nieuwe bak, man. Ja. Dik. Stukje rijden. Jij mag instappen bij mij, jongen. Goos, ik stap in. Pom. Oh, wat is die dik. Oh. Hij is net nieuw, man. Net nieuw? Net opgehaald bij de dealer. Dat meen je niet. Ja. En nu alweer Day One die langs mag. Zie je, maar dat vind ik echt tof. Dat vind ik echt tof. Maar je ziet me wel echt al maanden elke dag een bericht. Maakt niet uit. Ja. Ik vind het echt te gek van je. Oh, start hij nou op? Ja. Dat geluid. Ja, dit is de droom van elke jongen natuurlijk. Ja, dit was, is dit je droom? Dit was wel mijn droom. Ga je nog rijden? Ja, ben je er al klaar voor? Ja, ga maar, ga maar, ga maar. Komt ie, hè? Dat is niet normaal, wow. Oh, daar gaan we. Als je bij Day One kijkt, Day One heeft een ongelooflijk groot productieteam. En waar ze voor zorgen is altijd dat het er in ieder geval goed uitziet. Ja. Cinematografisch. Vette aanrijshots. Vette aanrijshots, vette b-roll. Exterieurtjes. Exterieurtjes. Als ik bijvoorbeeld dit doe, dit is al vet. Fijn ook, die ruitenwissers tussendoor. En die hommels ook, super. Dit is best lastig, ja. Blijkt wel. En daar zijn wij dus vandaag verantwoordelijk voor. De car perfume, mensen, vergeet het niet. Zo. Dat is allemaal mijn gezicht. De car parfum. Link in de beschrijving. Leuke dove konings. Vertel verder. Sorry, Matt. Die was wel echt lekker. Maar vertel, ondernemen. Ja, ik weet niet. Ik ben begonnen met gewoon mezelf verdiepen. Eigenlijk. Want als je gewoon jezelf inleest. Verdiepen in? Ja, in hoe het systeem nu in elkaar zit. Ja, heb ik ook gedaan. En als je daarover leest, dan merk je van het geld ligt gewoon voor het oprapen. Maar je leest ook. Ik lees. Lees is zo belangrijk. Lees is belangrijk. Lees is zo belangrijk. Altijd gewoon blijven ontwikkelen. Wat een shot, Roep! Ja? Is die goed? Ja, is die goed? Ja, heel goed. Okay, geef me maar Roep, ik kan Roep zo achterfilmen. Ja, oh ja, Roep. Ik lees ze ook wel eens. Wat lees jij dan? Strip. Strips? Kuifje. Moet je even kaal? Oh, Drempel! Au, au! Hey, die camera, pas op die camera. Maar vertel verder, de bankzitters. Hoe doe je dat? Hoe maak je zo'n video? Hoe denk je erover na? Want ik was bij je op kantoor, het is echt een bedrijf. Ja, we hebben inmiddels meer dan 10 mensen in dienst. Met 10 mensen? Fulltime. Met Day One hebben we er 15. Maar 10 mensen is echt helemaal niet slecht. Is dit nou je droomauto? Dit is mijn droomauto. Ja, ik snap het, man. Als kind teken je een auto. Het is tijd voor de beauty shots, mensen. Wat is dit? Maar jullie killen echt de game, hè? Ja. Jullie hebben de game helemaal op slot. Echt iedereen kijkt naar jullie. Nou, met heb je dat al door? En dan soms dan upload je weer zo'n kutvideo en dan kijk ik dat en denk van ja, en dan heb ik met 10 man gewerkt aan een video en had al amper views. En zijn jullie weer trending 1 met de video? Ja, dat gaat natuurlijk. Ja, dat is toch bizar? Het gaat om het opbouwen van je publiek, weet je wel. Dat ze ook een keer wat mindere dag. Ja. Dat is hetzelfde met een relatie, weet je wel. Ja. Op een mindere dag vond je vriendin je nog steeds leuk. Ja, precies. Ja. Dat, is ook met... dat zou, zeg ik ook altijd. En hij is dik, hè, deze auto. Hij is echt dik. En een doodlopende weg. Ja, de, ik
die kom je niet zo vaak. Maar waar zijn wij beland, man? Dit is toch fantastisch? Wauw. Kijk, dit is een genieten. Dit vind ik dus echt zo mooi. Nou, eigenlijk ben ik hier niet per ongeluk heen gereden. Ik wil die hier meenemen. Waarom? Om dit te laten zien. Heb je herinneringen aan? Dit zet je aan het denken, toch? Anders stap even uit. Ja? Ja, stap even uit. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Cameraman, kom erbij. Deze plek is voor jou dus echt heel bijzonder. Ja, dit is symbolisch voor het leven. Ja, het leven is een symbool. Waar wil je? Überhaupt dat jij kan denken dat je zo kan ondernemen en daar constant mee bezig bent, maar toch een symbool kan denken. Ik vind dat ongelooflijk. En kijk inderdaad, camera, kijk op de achtergrond. Deze is JJ Boske. Ja, ja. Even met jou op de foto, man. Ja, tuurlijk. Ja, geen probleem. Maar jij. Ja, ook bekend. Ja, maar heb je dat? Ik heb dat zo vaak, man. Maar ik vind het tof. Ik vind het tof, want dat zijn de mensen die mij kijken. En kijk deze dikke bak. Wat is die dik, mensen? Maar vertel, dit is voor jou een bijzondere plek. Ja, kijk, als je hier kijkt, dan denk ik altijd, waar wil je eindigen? Ja, dat denk ik dus ook altijd. Met discipline kun je zoveel verder komen dan zonder discipline. Ja, maar discipline is misschien wel het allerbelangrijkste. En mensen, jullie moeten dat echt begrijpen. En u hoort niet alleen van mij, maar ook van Matty. Mega succesvol. Muziek gemaakt, zit bij de bank zitten. 10 mensen in dienst, net iets minder dan bij Day One. Maar jij bent zo goed bezig. En dat je mij dan meeneemt naar zo'n plek, vind ik zo tof. En dat je mij die dikke bak laat zien, de eerste dag die je hem koopt. Mensen, kijk even naar die uitlaat. En dan denk je, is dat het? Wat is Idik? Maar wat was deze plek precies? Heel veel mensen die werken met je op basis van motivatie. Ja, dat zeg ik ook altijd. Dat moet je niet doen. Jawel. Nee, inderdaad. Dat zat ik ook. Je moet het doen op basis van discipline. Motivatie komt en gaat. Ja. Je wordt geïnspireerd door dingen. Discipline is er altijd. Het gaat om de motivatie, mensen. Dat zit allemaal hier. Het gaat niet om de motivatie. Het gaat om de discipline. Luister je wel. Dat zeg ik toch. Kijk nou, dat is toch ongelooflijk? Maar kijk, ben je de eend of ben je de penthouse? Zo. Ja, want in principe, je ziet het allebei. Je kan er maar één kiezen. Je bent of de eend of de penthouse. En ik ga altijd voor het penthouse. Ja, maar waarom zou ik een eend zijn? Ik ben toch een mens? Laten we weer een stukje gaan rijden. Ik vind het tof dat je me deze plek hebt genomen en het verhaal erbij vond ik echt fantastisch. Kom, we gaan een stukje rijden. Ik blijf meestal even gewoon. Nee, kom, we gaan. Zo. Wat is die dik? Oh. Wat is die dik, man? Kom je al zitten? Maar wat rij jij bijzonder? Waarom rij je zo? Ik wil gewoon alles voelen. Achteruit, vooruit. Zo. Ja, ik wil ook altijd alles voelen. Maar weet je daarom wel? Heb ik nooit seks met condoom. Oké. Okay. Ik vind het ook zo baas dat je gewoon achteruit rijdt. Maar weet je wat? Je hebt er gewoon scheid aan. Je hebt er gewoon compleet scheid aan. Je rijdt gewoon achteruit, want het is gewoon jouw ding. Omkeren. En jij bent dat. Omkeren. En dat vind ik zo tof. Omkeren. En weet je wat ik ook tof vind? Meer tijd dan dit. Ja, klopt. En tijd is geld. Tijd is geld. Vergeet dat niet. Zeg maar, is geld belangrijk voor jou? Nee, totaal niet. Nee, voor mij ook niet. Kijk, het gaat erom dat je iets doet dat je tof vindt. Ja, kijk, ik zeg altijd, geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maak ik wel geld. Ja. Oh, is het toch? Nee, ja. Wil je dat ik hem even open trek? Ja, trek hem even open, ja. Zo! Wauw! Ja, lekker is natuurlijk dat gevoel van min door jaren. Ja, niet normaal. Maar daar heb jij natuurlijk geen last van. Ja, dat is een grap. Ja. Ja, lachen. Ja, te gek. Leuke grap, man. Ja, wat verdien je nu? Hoeveel ik nu verdien? Ja? Jij wil dat ik cijfers gooi. Ja, kijk, het is altijd lastig. Het is een Nederlands iets, hè? Om het er niet over te hebben. Ja. Het is een Nederlands iets. Ja, ik merk wel dat het een bepaalde wrijving opwekt. Ja, daarom. Maar omdat jij het bent, omdat je zo'n ondernemingsprogramma hebt, wil ik het best even opgooien. Dat vind ik echt tof. Dus ja, je kan gewoon zeggen in een range van duizenden zou ik het doen. Wat ik verdien, of wat ons bedrijf maakt. Wat het bedrijf maakt. Dus wat jullie verdienen voor belasting. Zeg het. Voor belasting. Dan moet je toch wel denken aan zo'n pak een beetje. Zo! Ja hoor, we hebben een titel! Zo! Maar dat is niet normaal. Ja, met Day One gaan we ook echt lekker. We hebben nu echt best wel een groot kantoorpand met een carparfum erbij ook. Wat wordt je volgende auto? Ik denk een Lamborghini. Een Lamborghini? Ja. Vet man. En hoe lang denk je? Wanneer heb je hem? Ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik op zo'n jonge leeftijd al zo'n bak kon rijden. Nee, snap ik. Snap tegen snap alle ik. Verwachtingen in. Snap ik. Dus ja, wie weet volgend jaar? Volgend jaar. En dan nodig ik je niet uit. Jawel, je maakt een geintje natuurlijk. Natuurlijk nodig ik je dan weer uit. Matty, ik vond het super, super vet om hier met jou te zijn. Mensen, bedankt voor het kijken. Deze video van Day One. Abonneer zeker even voor te gekke content. En koop de carparfum. Dit onderdeel is voor kinderen. En als een man met een baard dan tegen kinderen gaat praten, dan begint het allemaal wel heel raar te worden. Dus jongens, waarom val ik af? Dus jongens, wie zijn wij nu? Jullie zijn nu meisje Jamil. Oh, wat leuk dat jullie allemaal kijken. Doen jullie met deze vinger of met dat kleine vingertje een duimpje omhoog? Kunnen jullie liken voordat ik het woord heb gespeeld? G-R-I-E.
impact. Heb je gelijk? Ik hoop het wel, anders ga je dood. Wat gaan we doen? Slijm maken. Waarom? Dat doe ik elke avond in bed met mijn vriendin ook. Dan komen er een hele grote witte klodder uit. Heb je ook wel eens dat je gewoon zin hebt in... Stap 1. De tube lijm gaat helemaal leeg in de bak. Stap 2. Roer de glitters door de lijm heen. We hebben hier allemaal leuke glitters. Welke vinden jullie het leukst? Laat het even weten in de reactie. En als je toch bezig bent, doe even een duimpje omhoog. Kijk, we hebben nog veel meer glitters. Oh, nog 6. We hebben allemaal verschillende kleuren. Wil je een van die of een van deze? Ik kan niet kiezen. Dan noemen we ze er allemaal in. Echt een dom idee. Ik begin met deze. Nou, dit is echt heel veel. Oh, wat doet hij er veel in, hè? Hey, hey! Stop, die moet er niet meer in. Ik zou die er echt niet in doen als ik jou was. Zal ik alvast een beetje roeren? Ja, ga jij maar roeren. Roer de glitters door de lijm heen. Kijk nou. Kijk nou. Stap 3. Voeg scheerschuim toe. Ik zie hier een mooie tip staan. In de volgende stap voeg je scheerschuim toe aan de gemaakte glitterlijm. Dit kan Gillette scheerschuim zijn, maar ook elke andere soort scheerschuim. Gesponsord of zo. Wat een kuttip. Wat ruikt die schuim lekker, hè, Milo? Het ziet echt uit de sperma. Is het zat? Wow. Helemaal slijmerig. Ik denk toch dat het misschien wel uitmaakt dat je je handen erin doet. En nou lekker kneden. Kneden alsof het een brood is. Slijmerig. Stap 4. Voeg lenzenvloeistof toe. Lenzenvloeistof hebben we hier. Ik doe er nu een klein beetje lenzenvloeistof bij. Dat zou voldoende moeten zijn. Je bent klaar. Spelen maar. Nou jongens, dat was het voor vandaag. Heb je dit? Dit is het. Ja. Milo heeft die halve tube scheerschuim erin losgedaan. Wij hebben zoveel respect voor meisje Jamila. Heb jij ook veel respect voor meisje Jamila? Doe dan met je rechter teelbal een like op deze video. Je kan geen like doen. Nee, dan mag het ook met je linker teelbal. Heb je die nou niet? Gebruik dan je rechter schaamlip. En dan liefst je grote. Tot de volgende video. Doei. Een dikke, vette vinger in de kus.